Kick and Rush, de Premier League podcast van Friends of Sports. Hey, we zijn vertrokken, vrienden en vijanden van de Premier League. Uh, welkom uh, bij Kick and Rush, onze podcast over de Premier League. Uh, Leroy Deltour, Jelle Tak en ikzelf, we zitten hier alweer klaar voor uh, een stevig gesprek over, de, uh, over het Engels voetbal. En we gaan beginnen met het nieuws van de week: Super Frankie. Super Frankie Lampard. Ik wil eigenlijk eerst Leroy Doen maar. zijn mening. Noblesse oblige, hij is weg. Het is... Je zet er vanaf. Ja, toch is... een lach op zijn gezicht. Ja. Het is heel moeilijk om mijn mening daarover gestructureerd aan te brengen. Maar ik ben eigenlijk, bij mij overheerst vooral opluchting, inderdaad. Ik heb het hier ook al, ik heb er al een paar mannen op aangestuurd: van ja, dit gaat niet lang meer blijven duren, uh, zoals wij Chelsea kennen. Uh, ik was wel verrast door het moment waarop het gebeurt. Um, na een overwinning. Ja, na een overwinning tegen Luton. Nu ook geen overwinning om over naar huis te schrijven. Maar de beslissing was eerder al gevallen. Hè? Ja, en inderdaad, als je dan zag kijkt. Je aan naar zag zijn de... hoofd wel. Als je dan kijkt naar de vorige. wist hij het al eerder? Nee. Ja. Hij wist het ook al eerder. Ja, je zag het dan, Ja, ik heb me bewust dus niet bijgelezen. omdat ik hier wou voor de micro komen zitten. Allee, aan de micro komen zitten. met, met, met mijn volledige eigen mening. Om, om even te verduidelijken. over het moment van, van het ontslag van, van Lampert. Um, ze verliezen tegen Leicester. Wacht. Ze verliezen dramatisch tegen Leicester. Ja, op he? Want een hele dat was, manier. Dat was genant, hè? En Abramovic is na de match in actie geschoten. Ze hebben de dag erna meetings gehad. En daar is de, hey, is de beslissing gevallen om, om Lampard uh, eruit te sturen. Hij is de dag erna ook op meeting moeten komen. En, en toen wist hij het al. Dus, uh... Dat was denk ik twee dagen voor de match tegen Luton. Ja. En zoiets, ja. hoe belachelijk is het dan om hem nog die, die laatste wedstrijd te laten doen? Ja. Die FA Cup wedstrijd. Die mensen heeft de contracten. He? Dus... Zolang dat niet verscheurd is of niet, 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 als zij niet zeggen van ja, het is, het is definitief afgelopen, dan moet ik je, je contract voldoen. Hè. Ze hebben pas maandag officieel uh, echt gezegd van het is gedaan. Oké, okay. dan gaan we ja, maar ja, verder. ja, dus bij mij overheerst vooral opluchting, uh, ja, omdat het is nu achter de rug het is wat het is. Um, volgens mij was het ook nodig, want um, ik had het gevoel dat elke wedstrijd twee stappen achteruit waren in plaats van van een klein beetje vooruit. Uh, met dan de wedstrijd tegen Leicester als, als, als negatief orgelpunt, zeg maar. Ik heb, uh, dat was een, de avond van onze podcast hier, hè? Dus, um, van vorige week, van onze opname van vorige week. Ik, ik was echt gefrustreerd van die match. Dat was echt, <laughs> ze hebben daar geen vuist kunnen maken, zijn daar echt belachelijk gemaakt door Leicester. Um, en het enige moment dat ik het eigenlijk een beetje jammer vond, dan toch zijn ontslag. Uh, allez, ik vind de hele, ja, de hele sequentie aan gebeurtenissen vind ik uiteraard jammer. Maar het ontslag was onvermijdbaar in mijn ogen. Was zo het moment. Misschien ligt het aan mij omdat ik vooral Chelsea-spelers en Chelsea-mensen volg op Instagram of zo. Maar hoe veel spelers hem heel persoonlijk bedankt hebben voor, voor de afgelopen periode. Uh, hoe dat andere Chelsea-legendes zoals John Terry, uh, Die Drogba. Hoe dat die het online ook wel een hart onder de riem staken van Lampert. Dat was het enige moment dat ik even dacht van. Ah, het is toch, toch pijnlijk, maar. Ja, ik denk dat het, het... denk dat het heel moeilijk valt bij, bij Lampard zelf ook. Omdat, ja, gezegd het, het is, het is misschien de beste clubspeler ooit geweest van, 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 van Chelsea. Topscorer ooit. Ja. Um, om dan zo weggezet te worden bij, bij de club van je hart. Want het was ook zijn intentie niet. Om even heel de situatie te schetsen. Um, vorig, jaar aangekomen, vorig seizoen aangekomen na één seizoen bij Derby. Dus heel veel ervaring bracht hij niet mee naar Chelsea. Maar het is een boot dat hij in zijn geval niet kon laten, pa niet kon laten passeren. Maar hij had zelf ook aangevoeld aan het einde van vorig seizoen dat het... Um, te groot was. Ja, dat het te veel langs alle kanten kwam. Dat er te veel politiek mee gemoeid was. En dat hij daarvoor niet die ervaring heeft om, om, om dat allemaal goed te managen. En dat is, dat is, ja. de motor is, is erin geslopen en dat heeft zich zo wat doorgezet. Ik wil er onmiddellijk op inpikken. Ja. Want uh, er werd altijd de vergelijking gemaakt met, met Sir Alex Ferguson. Mm -hmm. de, hij is gekomen bij Man United, toen het niet zo goed ging. Die club was, die won niks, die, hij deed niks. Uh, Ferguson geweldig, toch niet in die beginjaren. Uh, ze stonden zelfs onderaan in de klassering. Uh, het heeft zelfs op één match, denk ik, in de FA Cup ooit is afgehangen. Ja. Of hij mocht blijven of niet. Hij heeft dat toen ja, goed gedaan en hij mocht blijven. Maar de vergelijking tussen de twee mag je eigenlijk niet maken. Omdat uh, Ferguson bij, bij Aberdeen was een manager... Die in Schotland zijn sporen verdiend had. Ja. Die had de Europa Cup gewonnen. Finales, die he? had uh, drie bekers gewonnen van Schotland. Die had uh, landskampioen geweest een paar keer. En dat met Aberdeen, niet vergeten. Hè? Dus niet met Celtic of Rangers, maar met Aberdeen. Uh, de, de Supercup Europees gewonnen. Ja. Uh, die had een prijzenkast. Die had ervaring. Die had een aantal jaren uh, wist hij, zo moet ik het doen. Zelfs even nationale coach geweest van Schotland, omdat er. Jammer genoeg, toen een sterfgeval was ja. uh, van een, uh, een Schotse bondscoach. Dus heeft hij even moeten overnemen. Dat was allemaal in die periode toen het bij Man United nog niet ging, het nog niet lukte. En dan kan je zeggen: misschien kan hij het nog ja, oppakken. Door de ervaring die hij heeft. Ja. Voilà. Ja, op basis van ervaring en op en basis dat heeft van deze diensten niet. eigenlijk. Daaraan mag je, mag je die twee eigenlijk niet vergelijken. We ja, ja, mogen eh, niet ik... vergeten dat er, er heel veel bij komt kijken, hè? Bij, bij manager mag... of headcoach zijn van, van, van een topclub. Ik dacht eigenlijk dat je, dat je ook ergens anders naartoe ging. Um, uiteindelijk, Ferguson was ook manager, denk ik, bij Man United. Ja, die was manager, dus ja, ja. Die, die heeft veel meer te beslissen. Ja, 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 Lambert was headcoach bij Chelsea. Ja, ja, dat is een tweede dus, punt. Dat is, dat is ook een groot verschil tussen die twee, want... Dat hebben we hier al een paar keer gezegd, maar dat moeten we misschien nog eens kort herhalen. Bij Chelsea is de trainer altijd een passant geweest. Mm -hmm. En um, het is niet zijn taak om op de lange termijn te denken eigenlijk bij Chelsea. Daar, hebben ze, daar is het organigram anders voor opgesteld. Er zijn andere mensen in dienst bij Chelsea die aan de lange termijn moeten denken. Daar, dat wou hij wel. En daar is het, is het onder meer ook op gebotst. Maar dat zou hij toch moeten weten, dat, 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 dat hij dan in de foute functie bij Chelsea gearriveerd is. Ja. Want, want, want maar zoals ik dan... zei, het is, het is een boot dat hij niet kon laten passeren. Het is zijn club. Had en, hij en... ooit nee kunnen zeggen op die opdracht? Nee. En wetende van misschien kan ik beter deze opdracht over tien jaar pas aannemen? Wie, maar, komt maar... hij nog terug? Hè? Want hij heeft als enige coach onder Abramovic <laughs> de, de. Hoe zeg je dat? Uh, Bij het afscheid. Hij mag terugkeren. Dat heeft Abramovic letterlijk in zijn statement gezet. En dat was de, neerste, de enige, eerste coach en de enige coach onder Abramovic die die. die die dat gekregen heeft. Dus, uh, hij wil zijn legende natuurlijk niet helemaal afbranden. En waarom heeft hij dan op het einde van vorig seizoen, waar uh, jij zegt dat hij dan volgens bepaalde insiders al aanvoelde van de job is te groot voor mij? Omdat het Chelsea is? Zelf dan nog niet. Uh, want stel bijvoorbeeld. Omdat hij hij wou wil, hij wil, hij wil het gewoon zodanig goed doen bij de club van zijn hart dat hij is blijven de, zitten. Ja? Hij wou de club vooral vooruit helpen ja, zelf. Tuurlijk, ja, ja, natuurlijk. natuurlijk. Want ik denk bijvoorbeeld, stel dat hij daar dan de FA Cup zou winnen. Dat, kunt, dat, is, nu nog, ja, voilà, dat is nu nog pijnlijker. Dan had hij tenminste nog een trofee gehad in, in die twee jaar. Of anderhalf jaar, wat is het? Ja, anderhalf jaar. Uh, dat wat uitgerokken is. Uh, hebben we het gevoel door die corona. Maar um, stel dat hij die FA Cup had gewonnen, zou hij dan misschien ooit overwogen hebben om te beseffen van ik heb hier gewoon mijn job goed gedaan voor één jaar. Uh, als ik nu stop... Ik heb de ploeg een prijs gegeven in een nee. jaar zonder transfers. Nee. Nee, maar dat nee. zit er niet in waarschijnlijk. Nee, nee, nee. nee, nee Het tegenovergestelde eigen, eigen daardoor, gedacht ja. hebben. Ik wil dat hier veranderen. Ik wil meer te zeggen hebben als coach over welke spelers dat ze halen enzovoort enzovoort. Ik wil daar meer zeggingschap hebben. Ik wil dat dat een beetje verandert en niet, ik weet niet, Kranovskaya of wie dan ook zegt tegen mij: uh, de, "Hier is uw speler. Uh, zet hem erin en, en doet er iets goed mee." Nee, in tegendeel, door die cup te winnen, had hij misschien nog erger... Zie, kijk, eens, kijk eens, ik heb wel de V-cup de gewonnen. Luister een keer naar mij, ik, ik weet hoe dat moet. Hè? En dan had hij misschien het voordeel gekregen in die... Want het was, hè, je hebt het, we hebben heel, er is heel veel buiten gekomen ja. over Lampard en het bestuur en uh, in, de, in de afgelopen dagen, dat je eigenlijk als supporter zelfs niet goed weet. Dat komt nu allemaal naar boven. Het is, het is voor, een belangrijke ja. rol in dat verhaal is, is voor Marina Granovskaya. Ja, absoluut. Die, die, de, het is een machtsstrijd. Ja, zij trekt het aan, het de, aan, de, aan de touwtjes, zij, zij doet de onderhandelingen met de, met de spelers, en zij heeft van de zeven of zes uh, transfers dat ze gedaan hebben bij Chelsea, heeft zij er vijf uh, doorgedrongen. Is, er was, zo gezegd was er maar één die uh, ook op het lijstje van Fla Frank Lampard stond, en dat was Ben Chilwell. Die wou hij ook. Maar goed, ik snap ook natuurlijk dat Frank Lampard niet nee gaat zeggen tegen... Timo Werner of Kai Havers, ja. die ze dan gaan aanvoeren, zit ook niet in de positie om te zeggen: van ik ga die niet gebruiken, ik moet die niet hebben. Ze hebben wel, wel zwaar afgerekend op, uh, en ze, dan bedoel ik Granovskaya, heeft hem zwaar wel aangerekend op uh, um, de behandeling van de kippa. Uh, meer dan 70 miljoen gekost. Dat hij, dat hij daar ja, centen op, op straat ja, heeft Dat totale kapitaalsvernietiging gedaan voilà. heeft. En. Daar komen het op neer. Ik denk dat wel vooral Kepa zelf aan kapitaal... Ja, maar goed, in de ogen van bestuur is, ja. is dat dan kapitaalsvernietiging van, 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 van Chelsea. En, en ja, er is iets voor te zeggen natuurlijk, maar goed. Maar ja, ze kunnen hem aan de straatstenen niet kwijt. Voilà. geen 15 miljoen niet meer. Doe. Ja, ze, hebben, is... ze hebben meer dan 73, denk ik, betaald ja. voor hem. Maar... Dat is toch terecht dat dat meegenomen wordt in zijn beoordeling? Ja, vinden we dat onterecht? Nee, dus dat, is, dat, is, dat is terecht. Nee. Maar het belangrijkste wat meer doorweegt is, is zijn relatie met de spelers, blijkbaar. Ja, maar het ging ook vooral over het feit dat hij die spelers afvalt, openlijk. Ja. Na een slechte prestatie, bijvoorbeeld, dat hij tegenover Werner, over Havertz, over Kepa, over wie dan ook, dat hij, kan, dat hij openlijk communiceert over het feit. Het was niet goed en het moet beter. Maar wij allemaal ja, dan, eigenlijk in principe. Dat alleen... da, da, da mag. Wij vinden dat inderdaad goed. Wij vinden dat eerlijk. Maar een, een clubmanager doet dat niet. Een echte, een echte mens die. Ja, omdat hij de clubmanager. heeft. Dat bedoel ik ook met wat ik uiteindelijk. Je moet af en toe liegen. Je ja, moet de af en toe... clubmanager moet aan de lange termijn denken. Nee, moet eigenlijk alsof... liegen is niet juist. Je moet, je moet dingen kunnen draaien. Verpakken, eigenlijk. Wereldkampioen, kijk, kijk, wat... uh, José Mourinho. Wereldkampioen voilà. in het draaien van. Eh? Of Jurgen klopt op dit moment? Ja. Je zegt ook: het is mijn fout. Ik heb, ze, ik heb de spelers verkeerde instructies gegeven. Het, het maakt wel, niet uit wat de reden is. Iedereen zal zeggen, oh, nozelaar, wat ja. zeg jij nu? Maar het komt wel zo officieel naar buiten van de club. En dat mag je ook niet doen. En, dan, en een, dat een, is weer ervaring, hè? Dat ah, is ja? ervaring waar dat hij opgepakt wordt. En, en, en. en dan nog een extra punt. En dan ga ik het ook over hè, die vijf die niet op Lampert's lijstje stonden. Um, er stond er één dus wel op. Declan Rice van West Ham. Ja. Daar is Lampert ongelooflijk zot van. Hij denkt dat hij daar de beste centrale verdediger van Engeland van kan maken. Dus nu speelt het hij hem nog centraal op het middenveld. Ja. Maar hij wil hem centraal in de verdediging zetten. En hij denkt: ik wil dat een van mijn drie of twee centrale verdedigers maken. En ik maak daar de beste van Engeland in. En hij is drie transferperiodes op een rij. Niet, gaan niet, niet vriendelijk gaan vragen. Maar gaan kloppen op tafel. En dan nog eens op een andere deur En nog eens en nog eens en nog eens. Totdat ze hem gezegd hebben: Lampard, stop daarover. Hij komt niet, we willen hem niet, want hij komt van bij ons. Ja, we hebben hem laten gaan in de jeugd en we willen niet dat gezichtsverlies leiden door hem te moeten terugkopen voor zo'n grote prijs. Dus zwijg erover. En de transferperiode daarna heeft hij het opnieuw gedaan. En nu, in de winter, heeft hij het opnieuw gedaan. En in december hebben ze gezegd... Lampert, als je het nu nog eens één keer vraagt, dan... Ja, er kwam het op neer. Pas op, manneke, want je vliegt. Dat bedoel hè. met politiek. Hè? Doe dat denk, is uh, uh, da uh, da politiek. Maar jullie spelen altijd tegen een voetbalmanager, hè? Hey? Nee. Dat uh, doet <laughs> mij denken aan een voetbalmanager dat je so, de so optie om... Ultimatum te stellen zelf bij het bestuur. En als je dat iets te vroeg inzet, uh, heeft het bestuur geen medelijden meer. Nee, dat vliegde. Dus Lambert had ook wel meer, meer voetbalmanager moeten spelen, misschien. Maar, maar dat door. zijn wel dingen, maar ik denk dat had allemaal gekund als de resultaten wel gewoon zelf niet top, maar gewoon beter al waren geweest. Had dat misschien wel allemaal door de vingers gezien. Ja, dat Tuurlijk. staat er maar, maar. Ja, voilà. maar de spelers, daar, daar ging geen vuur meer van uit op het veld. En um, ja, Ik denk zijn legacy. Gaat grotendeels bepaald worden, uh, allez, zijn legacy als manager dan, zijn legacy als speler staat of valt hier niet mee. Daar ben ik echt van overtuigd. Uh, dat is ook het voordeel van niet nog langer te wachten. Het is kort genoeg geweest, de pijn, om die weer heel snel te vergeten, denk ik. Um, maar zijn legacy als manager bij Chelsea gaat staan of vallen met wat de jonge spelers die hij gelanceerd heeft, Mount, uh, James. Uh, Abraham, Abraham uh, dat zijn de enige drie. Ja, misschien hudson dooi, maar daar kan hij weinig veren ja. voor op zijn hoed steken, denk ik. Dat is, is dat het juiste? Pluimen. Pluimen op zijn <laughs> hoed. Veren, pluimen. Ja, veren, pluimen. Ja, moet van beide niezen, dus maakt niet uit. Um, ik moet maar zo geen stomme spreekwoorden gebruiken. Um, ja, wat die spelers ooit gaan betekenen voor Chelsea gaat veel bepalen van hoe er wordt teruggeblikt op de periode, denk ik, onder dat Frank Lampard. Het was wel opmerkelijk afgelopen zondag. Abraham heeft een, in, tegen Luton een, een hat-trick gemaakt. Puik van de En de Mason Mount was, was kapitein. kapitein uh, okay. Dus het was echt wel om te zeggen ik ben weg. En... Ik weet het dat ik weg ben, maar kijk hier. En wat ik ook maar... wel opvallend vond. En Gilmore. Dit... Gilmore stond achtergelaten. Ook... Gilmore stond ook op het veld, hè? Ja, ja. ja. En... ja, ja. En... ja, ja. en Hudson Madoy is ook gestart, hè? Nee, die is zijn gevallen. Ja, die is zijn geval. Oké. Okay. Wat ik wel opvallend vond ook, um, en dat is dan misschien wel wat pijnlijk ook, dat de supporters van Chelsea een nieuwe banner hadden met Super Frankie. Super Frankie Legend. Uh, ze hadden die opgangen in het stadion, en dan de dag erna wordt hij aan, aan de deur gezet. Ja, maar anderzijds. Dat is ook wel weer een hart onder de riem, waardoor hij beseft van, word hij nog altijd ja. op handen gedragen. Ja, ja maar dat ja. zal altijd zo zijn. Hè? Maar goed. Ik weet niet, jij bent een Brugse, br br zijn die Brugse supporter? Ja, ja. dat klopt uh, Jan Kullemans is ook ooit trainer geweest van van Brugge. Dat is ook een flop geweest, als ik me dat juist herinner. Maar die is toch nog altijd een clubicoon. Wordt er nog over zijn trainersding gesproken daar? Ik praat daar weinig over, moet ik zeggen ja voilà, iedereen herinnert hij toch als speler. Dus... Die is, is buitengesmeten door Mark de Grijs, en een andere clublegende. Ja. Dus dat is nog erger. Maar ja, nu zit Peter Tjenger ook al voor... Uiteindelijk heeft hij ook moeten meebeslissen, denk ik. Misschien over kan hij... Die heeft wel zijn een rol gespeeld, dus blijkbaar. het is wel hè? wat vergelijkbaar. Omdat hij op de trainingen aanwezig was, doordat hij vierde, vijfde doelman is. Dus dat is ook een rare situatie. <laughs> dat mocht ik niet zeggen. Als u een technische directeur daarbij uh, er, staat op de trainingen, die zal het ook wel allemaal gezien hebben, hoe dat Lampert met zijn spelers omgaat. Dus... Ja, dat kan niet de kan situatie een, zijn. Maar dat kan ook een vriendendienst geweest zijn. Hè? Want ik ben er wel van overtuigd. Allee, dat kan ook bescherming tegen... Soms zien een vriend het beter dan dat je het zelf ziet. Ja, maar toch. Hij moet er wel over beslissen. Ja, nee, het is geen plezante situatie. En hij heeft nu ook al een ander aangesteld. Dus hij, hij was al op de hoogte van onderhandelingen met... Uh... Ja, maar ja, hij gaat dat Wat ook is, al gezegd hebben die... tegen Lampard zal het ook wel geweten hebben. Hè? Ja, business het is uh, business. Heb je ja. het gezicht gezien van Lampard de zondag? En het was niet van de kou of de sneeuwen. Het was afscheid. Het was, alsof nee, dat... ja, het was echt bijna. Ja. De traantjes stonden hem echt wel nader dan het lachen. Amai. Ook, een... ook ja, zijn... voor de mensen die zijn Instagram-post nog niet gezien hebben, ook een uitgebreid afscheid genomen Frank. En ik, om het misschien helemaal neer te leggen. Ik hoop vooral dat de club er de conclusies uittrekt. Dat ze beseffen dat trainers bij hen. We, ja, maar we kunnen het nog niet helemaal dat neerleggen, ze geen, want we moeten het ja, toch geluiden. Dat ze aan een aan een geen legends meer mogen aanstellen. Gewoon. Ja, ja voilà. maakt hij gewoon geen trainer. Ja, maakt hij technisch directeur als check. Als je toch uh, weet dat passanten zijn, ja, voilà. geeft ze een andere functie. Clubambassadeurs. Ze hebben trouwens ja, vier clubambassadeurs. Jij moet dat weten. Ik ga die niet... Kom, <laughs> drogba, kun... drogba is een... Nee? Nee? Paulo, nee? Is nee? Paulo Ferreira is er. Ja, die is er een. Uh, zijn er vier. drogba niet. Is Melchior er een? Nee. Balak is er een? Nee. Ook niet? Officieel zijn er maar vier. Ja, niet, ik, anders Zola, de ploeg, Gianfranco, nee. ook al niet meer. Zelfde land, maar een andere speler. Uh, Vialli? Nee. Een Italiaan. Die Matteo? Nee. Het is pijnlijk aan het Allee, worden. moet ik het zeggen? Het is pijnlijk trekken. aan het worden. Het is een quizvraag, hè. Is Kom. een hop, komt een stilte voor de luisteraars. Carlo Cudicini. Ja, Mooi jongen, ja, oké. Okay. <laughs> ja? En wat zijn de andere twee nationaliteiten? Een Noor. Uh, Florian Flo. Ja. En een Engelsman. Uh, ja, dat kunnen er veel zijn, hè. Ja. Uh, Dennis Weiss. <laughs> Eddie Newton. Oh, die ken ik zelf niet. Is dan een... Zwarte, kleine ja, middenvelder. Uh, Allee klein, ja. Geen een grote, alleszins. Maar ik merk dat ze wel veel ambassadeurs hebben die niet officieel in dienst zijn. Ah ja, maar Zo'n kunnen maar... johnson Drogba, Terry. Uh, blijven wel allemaal heel betrokken met die club. Dat, dat is misschien social, ja, social media managers ja. die erachter zitten, maar dat is een fabeltje. Sorry dat sorry ik u op. op uh, ik wou je even een quiz vragen. Ik toch even, maken. even over de opvolger hebben. Denk ik. Ja, dan ja dan ik hoor. vind toch wel. Ik vind, wat, wat denk jij? Want men heeft dan bras gemaakt overal waar hij gezeten ja, heeft. Buitengesmeten bij Mainz, buitengesmeten bij, bij Dortmund, buitengesmeten bij PSG. Als ze hem, als hem duidelijk maken dat hij daar is gewoon voor het voetbal, dan vind ik het een goede aanstelling. Maar het zit niet in zijn karakter. Het is een, een koppige mens. Dat hebben we gezien de laatste zes maanden bij PSG, dat hij elke dag ruzie gemaakt heeft met Leonardo. Um, dus hij wil ook wel eens in een wil doordringen. Heb je Leonardo ook niet zelf overal ruzie gehad? Dan dus ja, ja. niet. Nee, 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 nee. Je dat moet dat geen ruzie zoeken wel. met je baas, denk ja, ik. dan. Ja, nee, <laughs> Allee, dat kan ja, best goed. niet. Het is, het is een koppige mens, maar het is wel een, 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 een hele goede coach. Hè. En ik denk dat ze ook daarom naar Tuchel zijn gaan, uh, gaan kijken. Niet alleen door die Duitse connectie, want daar geloof ik niet in. Um, geloof om zo Werner en Havers terug Waarom niet? Omdat. Het is volgens mij ook geen probleem van de taal, want Werner en Havers spreken Engels. Heb... Nee, maar die zijn wel volledig opgeleid, lijkt mij in het Duitse systeem, zeg maar. qua drukzetten, ja. qua qua, ja, qua tactische richtlijnen. Maar het is iemand die veel tactischer beslagen is dan, dan, dan Lampert, en die met kleine dingen zijn, zijn, zijn jongens kan aanvuren en, en, en zijn nieuwe opdracht heeft. Want dat, dat kwam er ook uit uit die artikels die ik gelezen heb de, de jongste tijd over Lampert, is dat hij. Ja, tactisch, gewoon soms geen richtlijnen, richtlijnen meegaf aan, aan, aan invallers. En, en dat gaat we bij Tuchel zeker niet hebben, want die ademvoetbal, dat is, is, is klopt 2.0 in principe. Want, uh, ja, de tegenpressing waarom, waarom uh, of pressung, uh, ja. dat is ook iets van waar hij. Ja, en hij kan blijkbaar iets minder wel dan. Hij dan, dan kan, kan mijn grote, mijn grote namen noemen, hè? We hebben het gezien bij PSG, Di Maria, Neymar. Daar wil ik wel een kanttekening een bij zetten. Hij heeft zijn he? een kapitein van PSG ook terug. Ja, hij he? heeft dan bras he, gemaakt he, met Cavani, Cavani. Ik weet niet of je het nog weet, maar de, de, de grote ruil tussen wie dat er dan de penalties ging trappen ja, bij ja. PSG en zo. Uiteindelijk is er ene gewoon opzij gezet. He? Maar goed, het is, het is wel opvallend dat hij als enige eigenlijk PSG al daar heeft gekregen waar ze uiteindelijk wel willen eindigen. Dat is in, de, in die Champions League finale. Dus dat is wel een mooie pluim op zijn hoed dan. Wat hè? je zei dat je een rare keuze vond, is dat dan. Een rare vind... keuze, heb je dat gezegd? Of, ja, nee, ik meende ik, dat. Oftewel, ik, ik, heb... ah, ja, okay. ik. Vind, vind je het keuze. Keuze van... een vind rare de keuze... keuze van Chelsea of vind je het een rare keuze van, van Tuchel? Van Chelsea, omdat. Alle twee eigenlijk. Omdat je net zegt: we hebben zijn karakter beschreven. Hij heeft overal uh, uh, ruzie gemaakt, eigenlijk. Bij Minds was het over dat hij geen centen kreeg voor uh, transfers. Bij Dortmund was het nog uh, om, om bepaalde redenen, dat Gunnohan geen, geen, geen ketchup mocht eten. Een uh, uh, contract ook, hè? Ketchup is wel contract. lekker, hè? Bij Dortmund, maar goed, ja. ja. Ja, maar ook over centen en over, uh, over versterkingen. Over, bij PSG net hetzelfde. Wie, wie moet blijven? Wie, wie, kan hij, wie kan hij gebruiken? Wie kan hij niet gebruiken? Gelijk dat, dat Jelle zegt, heel... Heel koppig in zijn, in, zijn, in zijn denken. Ziet er ook geen eenplezante uit eigenlijk. Pff, dat, valt nou, dat kan nog aan meevallen. Het is blijkbaar een hele in... grote. En ja. wel iemand die de kamer vult. Maar goed. En waarom vind je het een rare keuze van hem? Ja, wel, omdat je zegt: ik wil iemand hebben. Het, het botste tussen Lampard en het bestuur, omdat er verschillende meningen waren. Ja? Omdat er beslist moet, wordt van bovenuit, vanuit het bestuur. Om wie gaan ze kopen, enzovoort, enzovoort. En dat er meer beslissingsmacht ligt bij dat bestuur en bij die technisch directeurs, dan bij uw coach. En dan haalde iemand binnen waarvan je weet die een mens gaat dat ook doen. Ja, maar die. Uh, ja, ik snap wat, ik snap ja, wat maar, je wilt wat... zeggen. Maar die past, daarom past hij net perfect in het profiel van uw Chelsea voilà. zijn trainer ziet. Ze weten: het is maar voor twee, drie jaar max. Uh, want het is maar een passant wat voor ons. zeggen: zo Laat hem maar aan bras maken. Uh, als, het, als het resultaten oplevert op, op het veld, mag hem waarschijnlijk op kop hem zelf wel wat deuren en wat, wat vensters inslaan, <laughs> bij wijze van spreken. Uh, maar um, ja, ik denk, denk dat dat op dat vlak net wel een logische keuze is. Hij moet, en voor hem, hij ziet ook het potentieel waarschijnlijk dat in die ploeg aanwezig is. En die denkt ook van wat ik op twee, drie jaar hier kan neerzetten met deze ploeg kan, kan wel boekdelen spreken. Ja, het is, kan wel, het is kan iemand wel. die met jeugd wil werken. Hè? En dat, is, ja. dat wel. Dat is, dat sowieso, is er aanwezig hè, bij Chelsea. is sowieso. Daar staat hij voor dus bezig. Op, op zich, puur qua voetbal, vind ik het een hele goede keuze van Chelsea. met dan inderdaad de kanttekening. Uh, hoe gaat het met de bestuur gaan? Maar ja, maar dan zou ik hand in eigen boezem steken en zeggen misschien moeten we dan toch iets van die macht van, van daar aan Toegel geven. Aan maar onze waarom? manager. Ja, waarom? We zijn toch altijd. Wacht, ik ga het proberen uit te leggen waarom ik dat niet zo vind. Um, we zijn altijd voorstander van clubs die een bepaalde identiteit hebben. Die een bepaalde, die een bepaalde manier van werken hebben. En ja? zich daar kost wat de kosten aanhouden. Iets wat Liverpool doet door nu bijvoorbeeld geen centrale verdediger te gaan halen. Omdat Liverpool beslist van wij kopen en konden spelers als we die 100% willen. Um, bij Chelsea is er ook een duidelijke filosofie. En die is. De trainer, is, de een trainer is een passant. En dat heeft succes gebracht. Um, wel is het gemiddelde dat ze een titel pakken sinds Abramovic er is. Pak één op de drie. Vier seizoenen. Pak één op de drie en half of zo. Eh, eh, eh. Maar waarom zou je daarvan afstappen? als dat, dat omdat, het nu een, omdat het nu even tegenslaat. De laatste titel is drie jaar geleden. Vier jaar geleden. 17. Ja. 17. Dus het is niet dat we al in een crisis zitten als... Allee, ja, Man United is al acht jaar geleden in 2012 of zo, denk ik 2013 ja, denk ik 2012 2013 Ik um, bedoel als, we, als, als Chelsea ziet over vijf jaar nee dit, dit werkt niet ja dan is het misschien een moment denk ik om uw filosofie eens te heroverwegen maar, maar. die filosofie die bestaat al sinds Joseke um, in 2004 gekomen is ja uh, José pakt de titel pakt jij daarna weer de titel ze geven hem een aantal spelers dat José, ik herinner me nog levendig zijn reactie op het feit dat Shevchenko kwam, of zo, van die mensen, dat hij dacht van... Wat doe de do dan nu? Op dat moment heeft Chelsea volledig de, 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 de hegemonie over het Engelse voetbal vast. Hè? Ja, ja. Maar ze en worden het en omwezig, hun filosofie is... Nee, ook. onze filosofie is belangrijker... Laat het allemaal zo, we gaan die buitensmijten, uh, Mourinho. Uh, wanneer ja, Tim, is je moet er respect voor hebben, hè? Bedoel, als dat de, de filosofie of de identiteit is. Ja, maar is, daardoor dan... halen ze zichzelf toch naar maar nee, want Goed, Het ja. jaar daarna pakken ze gewoon weer een titel met Ancelotti, Met nog veel beter voetbal en een veel sprankelender seizoen uh, dan, dan onder Mourinho. Dus het is, het is een keuze en ik snap, je zet, zet voor of je zet tegen die mm. keuze. Maar ik vind niet dat ze die keuze moeten. Ik snap het. Want het heeft ook veel nadelen, aan die keuze. Was de reden dat er nooit jonge spelers doorgestroomd hebben tot nu? Ja, omdat je geen continuïteit hebt. Van je, je manager weet dat hij maar een beperkt aantal tijd heeft om een prijs te pakken. Dus, dus waarom zo, zou hij ja. het met de jonkies doen? Ja, ja dat is voor mij het grootste nadeel aan de huidige filosofie. Maar voor de rest vind ik nog altijd. Chelsea doet elk jaar mee voor de prijzen. Ook onder Lampert hebben ze vorig jaar meegedaan voor de prijzen. Hè. Ze hebben een V-Cup finale verloren. Hè. Het jaar daarvoor hebben ze Europa League gewonnen. met Sarri. Um, winnen zit, zit groot deels in het DNA van de ploeg. En het werkt op, op. Ik snap dat je geen voorstander bent van de filosofie. Maar ik snap niet dat je zo snel al uh, zou willen omkeren. Maar let's agree to disagree. Ja, en, is dat is Ja, ja, ja. Maar ja maar, die uh, die ik denk dat we wel kunnen de over, tijd twee, zal het uitwijzen. Ja, over twee jaar hebben we het hier dan hopelijk uh, over het ontslag van Tuchel uh, na twee titels of zo? Ik zeg maar iets. Zo straf zijn. Breng ons wel bij, ik vind de, de hè, transfers. Want daar ga het dan toch ook voor een groot stuk over. Gaat Tuchel nu ook zijn, zijn vinger opsteken en zeggen... Misschien dus wil hij Declan Rice wel. Uh, <laughs> stel die <je> voor. <laughs> je komt wel wat harde bekenden tegen. Uh, spelers die hij ook naar PSG wilde halen. He. Hij wilde Jorginho halen naar PSG. Maar hij komt Thiago Silva terug tegen, zijn de kapitein van vorig jaar. Maar ja. Jorginho, Jorginho ik, uh, is typisch voor Tuchel. He, want hij speelt met twee centrale verdedigers en zijn een derde... Komt eigenlijk uit, zijn max dus gaan hoog en zijn een derde is zijn, zijn serie dus in de middenveld. Dus ik denk niet dat hij. Die... De dus Sorginho, hij wil eigenlijk een playmaker als, als, als derde dus, uh, Verratti, de uh, type verdediger. Dus Kanté krijgen we weer uh, een veel... Ik denk dat Kanté gedaan is nu. Ja, ik denk dat hij niet veel Vrees transfers voor. moet verwachten ook. Uh, de kern ligt er, denk ik. Maar de rest ook, want de, de, het is nog open. De transferperiode. Het is stil, hè? Maar er gebeurt niet veel, hè? Nee, grote Arsenal, op... Arsenal is wel aan het bewegen. is ja, bij Arsenal. Met vooral. Udegaard en met uh, ja, de mensen die vertrekken. Udegaard gaat nog niet helemaal rond, maar het bijna het, het goed. Met medische uit. testen, Ze zat komt. hem daar net hier voor, vlak ja. voor we in opname gingen, waar zijn medische testen. Ja. Dus het Gaard komt van, er wel in orde. Komt. Ik ken hem niet goed. Udegaard. Als, als hij speelt. Te weinig. Ik heb er te weinig van gezien. Ja, ik heb hem zien spelen in Spanje wel. Uh, met Real Sociedad heeft hij heel, heel goed gespeeld. <laughs> maar daarvoor heeft hij een jaar in Holland gespeeld. Uh, Vitesse was ervoor ja. zeker. Uh, ja, het is was gewoon een testen, hele goede. Was ook, denk ik. Volgens mij zijn hij nee, begonnen bijna, van Herenveen naar Real Madrid. Ja, Reno. Ik, uh, uh, ik zie het als het geen ooit, Premier League is. Dus het ik denk dat hij ploegmaat geweest. toen hij super jong was. van Marvin Ogendjimmy in De Noorwegen. Want die, heeft, die heeft overal gespeeld ja. die in Ogen Jimmy En die heeft ja. ook even in Noorwegen gezeten. En dan was die ploegmaat. Hij heeft op het veld gestaan met Edegaard als ja, jonkie. Ik, ik heb wel, puur gevoelsmatig vind ik het wel... Ik vind het wel passend bij elkaar in mijn hoofd. Udegaard, technisch, verfijnd. Arsenal, dat associeer ik vaak met elkaar. Het enige wat ik nu las is... Het zou wel zonder aankoopoptie zijn. Ja, die realiteit dus, wil niet lossen, hè? Ja, wel, dus dat vind ik weer... Ja, ze willen hem niet spelen, maar ze willen hem ook niet het lossen. Het enige wat dat, dat dan raar. betekent, is dat hij in mijn ogen een Smith Rowe in de weg kan ja, komen ja, pas staan. Op, Als ze die vervangen door hem... Dus ik, ik snap het. Ga naar Londen, als het met ik met de... kletsjes uitdelen. <laughs> als het met een aankoopclausule was, had ik het uh, 100% begrepen. Uh, zonder aankoopclausule vind ik het een hele rare transfer. Kunnen ze enkel uh, kunnen ze nooit als grote winnaar uitkomen. Want één, op de korte termijn doen ze toch niet mee voor de prijzen. Um, en uh, twee, als ze het goed doet, gaat hem terug naar Real en pakt Real de meerwaarde. En hij en... blokkeert een jeugdspeler. Ja, eventueel. Stel je voor. Kan, hè. In ieder geval, dat is de enige ploeg die een beetje bougeert. Hè? Want uh, het grappige is dat je, dat je daarnet zei, Liverpool gaat dan toch geen uh, centrale verdediger uh, ja. halen. We hebben daar hè, alle twee net toevallig hetzelfde bericht gelezen. Ah, nee. dat, uh, dat, uh, niet de Socratisch toch? Ja, Socratisch. En dat Liverpool ook echt in de markt was om Socratisch te gaan kopen. Het gaat niet door. Hè, gaat maar Olympiakos, maar, ze gaan naar de maar Ze hebben wel gepost. Ze hebben gepost. Omdat, omdat hij een, een, een klik heeft met Klop van de Tijd van Dortmund. En ze hebben toch nog ja, de opportuniteit gezien om eventueel iemand te halen, maar uh, hij gaat dan toch naar Olympia. Ja, maar dat wil toch zeggen dat Dommerik. Liverpool... Dat Liverpool toch even aan het kijken is. We moeten misschien Tuurlijk. toch iets gaan halen, hè. Tuurlijk. Niet vergeten, uh, sinds van de weekend liggen ze ook uit de FA Cup. En het was niet van... Uh, het is niet belangrijk, we zetten ons B-ploeg. Mm -hmm. Nee, helemaal niet. Ze zijn geklopt op Old Trafford, in een goeie match, waar ze in de tweede helft ook een stukje baas waren... En plots 2-3 uh, op 2-3 op lopen door 3-2 uh, eigenlijk door Bruno Fernandes. De invaller, Bruno Fernandes ja, Donny van de Wekoarmen mocht dan weer eens starten, was weer niet goed. Het was wel opvallend na nou, de match, zoals jij zei daarover over, uh, over Bruno Fernandes. Ja, ik had hem gisteren al gezegd van je mocht niet spelen en dan was hem kwaad. <laughs> en dan was hem uh, nog 45 minuten vrije trappen gaan, gaan oefenen. En dan, zoals ik zei, van, ik wist, als, we, als ik hem inbreng en we krijgen een vrije trap ja. op een leuke positie, shot je die binnen. Wat ook gebeurd is. Waarom was die wedstrijd zoveel plezanter dan de week ervoor in de competitie? Is dat omdat de ploegen niet bang zijn om te verliezen in de FA Cup? Omdat er gescoord is. Ja, er, omdat er snel ja, gescoord is. Ja, en er moest, er, moest, er moest iemand uit. Hè? Ja. Er moet iemand winnen. Hè? Dat is ook een verschil in instellingen. Als je zegt van ik haal hier 0-0, ik haal een punt, mijn United zijnde op Anfield. ik denk nog altijd dat Solskjaer dat zegt, prima. prima Uitstekend, ja. meepakken, naar huis, up, en, uh, Zeker omdat ze de en de koffer die gewonnen hebben tegen Fulham, ze hebben nu ook weer gewonnen in de FA Cup. Ja, maar uh, de andere instelling met de FA Cup is, ja, sorry, als je 0-0 speelt, ja, dan moet je gaan verlengen. Hè. Ja, en, dan en moet jij... als er iets is wat je momenteel wilt vermijden, zijn verlengingen spelen. <laughs> voilà. denk Zal ja, dat ja, ja. geen replays meer zijn? Ja, stel je voor, dan had het nog eens extra belasting geweest. Ja. Dus wat dat betreft... Is Liverpool toch weer een tikje gekregen, moet ik zeggen. Ja, niet alleen daar. Hè? Ook, de, ook de paar dagen daarvoor tegen Burnley verloren. Hè? Nee, ik, vraag, ik vraag me af of dat niet. Ik denk dat de grote tik tegen Burnley was. En, ja, ja, ja. en dat ze dat meegenomen hebben naar. naar... Ja, maar de grote tik inderdaad tegen Burnley, omdat ze daar hun, hun thuisreputatie. Ja, het kasteel. 68 er is, er is plots er, een, een barst. Ja. Alleen van oh. deur open. Ja. We, we, we moest we we er wel komen. Wij we he? bereiden he? zo al een paar weken een visual voor, voor. voor als Liverpool dan eindelijk thuis zou verliezen. Uh, ja, tegen Man United toegedaan, Tegen de ploegen die in de bovenste helft staan, doet je dat een beetje. Maar tegen Burnley hebben ze dat uiteraard ja, niet gedaan. Dat is klaar... een slechte research. <laughs> tegen Burnley hebben ze dat <laughs> uiteraard nee, nee, niet gedaan. Ik ga uitleggen staan. waarom. Want waarom, Vorig jaar hebben ze in één match punten laten liggen in eigen huis. Tegen Burnley. Goal van J. Rodriguez. Wereld goal. Nu spelen ze weer tegen Bernie. en als je dan niet de reflex hebt om te zeggen van ja, misschien kan het toch gebeuren, dan is dat een grote fout. Slecht ja, gewerkt. Het kan er ook mee te maken hebben, die match had op dinsdag. Hè. Ja. Ja, op maandag hebben we weinig tijd om voor te bereiden. Oh. Dus, uh, nee, maar... Um... Wat vonden we ervan, oh. om tegen Burnley? Gewoon tandenloos. Ja. Zou het woord zijn, als ik, als ik zo de opdracht zou krijgen van omschrijven het in één woord, dan zou ik dat gebruiken van... Want ik want, denk, balbezit, voetballen was allemaal geen probleem. Maar van zodra dat in het strafschopgebied kwam. Uh, ik weet dat Jacob een grote fan is van Ben Me. Uh, <laughs> daar is ook bewezen waarom. Uh, ja, hij heeft daar wel een serieuze kemo gedaan, waar het eigenlijk altijd wel gewoon een prijs moet zijn. Uh, Origi heeft ja. zijn kans laatste kans ja. misschien wel letterlijk verprutst op dat moment. Hij deed het dat niet slecht, maar hij wou het moet te mooi afwerken. Zijn, hè. Te mooi. Ja, moet te goed, mooi. hij gewoon scoren. En, en was strafschop? Ik denk het wel. Uh, de fout van Alison op Barnes. Ik vind het wel, ja. Hij doet er wel mooi een schepje bovenop, maar dat hoort er nu ja, eenmaal bij. Dat mag, vind ik. Ja, ik ja, dat mag, de... maar niet als je voor Duits speelt. Moet want Duitsers de is... de ballen hebben om die zaal dan ook om te zetten. Hè? Ja. Dat vond ik wel straf. Ook wel goed gedaan. Maar ik, ik, denk... vond, ik vond het opvallendste na de match vond ik de quote van Jurgen Klopp. Confidence is a small flower and someone stepped on it. Same. En dat staat en valt alles mee. Dat is waar. Dus, dat is waar uh, als je en ziet dan... wel die jongens voorin. Oké, okay, nu tegen Man United heeft Salah twee keer gescoord en, en zal die wel weer terug uh, zijn normale doen terugvinden. Maar uh, die, die kansen die ze gemist hebben, ze hadden uh, ze hadden keer gescoord, ze hebben 86 kansen gehad hè, Liverpool in zonder, die, een, doelpunt te zonder maken. een doelpunt te maken in die vier matchen hè, vier matchen ja, dat is enorm dus, veel hè. Hij start ja, ook. Want ze hebben nu in de FA Cup al gescoord en ze hadden ook tegen Aston Villa in ja. de FA Cup, maar dat was dan tegen de, een B-ploeg, een C-ploeg. U23-ploeg. Uh, daar hadden ze ook tegen gescoord, maar eigenlijk, ja, dat telt niet. Dat telt niet. Je moet Premier League apart zien. Ik vond dat die quote alles samenvatte, gewoon, want het is een kwestie van vertrouwen en, en het komt ooit wel weer goed, maar het zal toch wel snel gaan moeten keren. En vergeten we dan, even ook niet, van de drie spitsen, ene die al een beetje in vorm geweest is dit seizoen, is Salah. Het is ook wel wat minder de laatste weken, maar die zat dus op de banken tegen Burnie. Van zodra die is ingekomen, was het al was de dreiging al, al iets voelbaarder. Ja, maar dan het is een seizoen ervoor. waarop je niet alles kunt spelen. Hè? De, de week ervoor zat, zat Mané op de bank. De week daarvoor zat uh, Firmino op de bank. Ja, hij kan niet dus alles spelen, maar, moet, maar, maar in de, de FV-cup speelt hij dan wel. Tegen, tegen, we hebben niet die, met Mané, hè? Uh, nee, maar, maar Salah speelt dat wel in die FV-cup. Daar tegen, wat was tegen, tegen de jonkies van Aston Villa, de U16. Ja, dan is het wel stoom dat je hem daardoor twee weken later dan, waarschijnlijk in uw schema of zo... Oké, okay, daar gaan wel professionele schemas voor zijn, hè? Maar ik zeg, het gaat over vertrouwen. Hij legt het perfect uit hij is in zijn quote. Hij wil dat die jongens terug vertrouwen ja, krijgen. Vertrouwen en, daarom... en vorm komt met vertrouwen. Voilà. Want je zegt, ja, hij is niet in vorm. Ja, wat betekent dat? Hij scoort ja, niet. Hij scoort niet, want hij heeft, hij heeft geen vertrouwen. Deze weken, omdat hij niet in vorm zit. Deze week tegen Tottenham. Wordt moeilijk hoor. Dat is, uh, ik denk dat Mourinho zich in de handjes wrijft. Ik herinner mij nog de, de, de heenwedstrijd, die ook heel close was, die beslist werd met. Denk de eerste goal van Roberto Firmino dit seizoen. Toen Tottenham eerst. Ja. Uh, oh, dat is snel gespeeld. Niet zo lang geleden. Ja, hè? Goed, dat Chelsea is, is ook leider geweest op 5 december. 5 december, dat is anderhalve maand geleden. Dus. Ah wel, en het was twee weken later zeker, Tottenham. Ja. Want die wedstrijd, die, die, dat is geen spiegel. Hè? Dat is heel raar, hè? soms in Engeland. Dat is, dat is dan, je hebt er twee maanden geleden tegen gespeeld, of, of anderhalve maand, en je speelt er opnieuw tegen. Ja. Soms is dat een beetje... Allee, vind ik dat niet eerlijk, omdat je dan... Je kunt in een goede periode zitten en twee keer die ploeg tegenkomen. Of in een slechte periode. Het schema is het schema, Tim. Je moet ja. er <laughs> bij neerleggen, jong. Je kunt een eerlijk schema maken en een oneerlijk schema. Hè. Voor de rest eh, heb ik van de midweek vooral de blessures onthouden van Kevin okay, De Bruyne ben. en Jamie Vardy. Toch weer twee smaakmakers, twee steunpilaren van, van, van twee reken, titelkandidaten. Ja. Durf ik Lester nu wel, zeker na een, na een prestatie tegen Chelsea, waar. Wow. Dat was heel gênant van Chelsea, maar dat was heel indrukwekkend van Leicester ook. Ik heb uh, dat hier al een paar weken gezegd, als jullie bezig zit over de, de, de titelkandidaten, en dan zeg ik elke keer: Is Leicester, hoort Leicester er dan niet bij? En dan zeggen ze alle twee ja? nee. Ik zeg iedere keer nee, nee. Ja. En, blijf, en... nee en je blijft ja, je nee zeggen. Nee, we zeggen iedere keer nee, maar op basis van wat ze doen, kunnen we niet anders dan ja zeggen. Dat hebben we ook al elke keer gezegd. Dus het ja. is... Dus, 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 zonder Vardy wordt een, het met, wel. Mijn met Player of the Year is weer aan het schitteren. Dus, ah. Madison. Ja. Ik dacht dat dat uh, zijn Maxime was. Nee, ik heb vorige week toch uh, James Madison gekozen. Dus. Nee, nee, maar daar heb je gelijk in. Want die mens is uh, inderdaad aan het, aan het vlammen. Ja, Ik ben benieuwd. Uh... Want Lester heeft wel een verrassend brede kern, vind ik eigenlijk. Uh, blessures van Prat, blessures van Didi in het begin van het seizoen. Uh, Soyuncu die nu terugkeert, Pereira die nu terugkeert, waardoor dat je moet kiezen tussen Castagne, Justin. Ik vind, ik heb ooit eens gezegd dat ze geen brede kern hebben, maar uiteindelijk is dat wel een heel brede kern. Maar als er één positie is waar ze echt geen luxe op hebben, is het wel. Uh, ja, dat is, is het vooraan ja, met Jamie Vardy? Ja, yeah, dus... Nacho is daar uh, de eerste vervanger, zeker. Hè? Of hij speelt Perez. Maar Perez is geen diepspits. Hè? Dus, dus... En, en het is niet super lang dat hij oud is, zo is het een nee, aantal ja, weken. Ja, een hernia-operatie. Dat is al een dat... oude mens, hè? O, ik denk ja, die, eerder... die, er ook, die er ook niet altijd voor geleefd heeft, natuurlijk. <laughs> dat uh, is, ja, de rug is toch. Allee, het, is, het was een kleine ingreep, blijkbaar. Ja, maar dat, maar... Kan, dat kan aanslepen. Hè? Ja, en ook een, 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 een... Het te razendsnel snel tempo waarin nu de wedstrijden elkaar opvolgen als je drie weken geblesseerd zit, in een, een speeldag of vijf. Denk toch eerder een week of drie vierde. En dan van de bruinen is het nog erger. Hè? Zes weken, heb je tot zes Vier weken, tot zes ja. wordt ja, maar, gezegd. Maar Pep doet er graag een schepje bovenop, hè? Ik weet nu. Ja. Hè, vorige keer ging hem ook super lang uit zijn en plots was het een topmatch en was hem daar al terug. En Kevin <laughs> is ook wel iemand die gretig revalideert, denk ik. Dus. Ja, ja, ik maar moet het ga... nog zien. Eerst zien, dan geloven. Ze willen hem nodig hebben. Allee, ze gaan hem nodig hebben. We ik ben wel benieuwd naar wie in die roo gaat, uh, gaat kruipen bij, bij Zie Manchester City. maar één optie. Ja, ja, dat weten we. we. Foden. Oh, ja, ja. ja. Ja, en die is zo goed de laatste weken. Ja, maar goed, dan verliezen we wel hem op zijn andere positie. Ja, dat is waar, maar daar we wel je hebt wel... Op, het Misschien... backup, maar ik nu, denk dat we nu gaan zien of voor impact... Iemand als, als Kevin de Bruyne heeft op Manchester City. Als ze, daar, als ze kijk, daar puntenverlies kijk, eruit, nu kunnen vermijden. Ja, het die schema periode. is in hun ja, voordeel. Het is, is tegen dit, tegen de, het is wel de goede momenten. De lage ploegen. Te tegen West Brom en Sheffield en, 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 en allemaal. Dus uh, in principe zou dat wel moeten lukken. Foghdoen of Bernardo? hè? Dat is voor Pep die keuze te maken. Hè. Dat moeten wij gelukkig niet doen. Ja, en dan, uh, en dan die andere mensen die moeten opstaan ook. hè. dat is een kans voor anderen. Maar ja. uh, Maris bijvoorbeeld. Maris, uh, Jezus, desnoods. Aguero is blijkbaar uh, op COVID. flanelle benen nog altijd. Is Covid, hè? Blijkbaar. Dus uh, haar herstellende nog altijd, maar blijkbaar, hij weet, Pep zegt zelf dat hij niet weet wanneer hij gaat terugkomen, en hij hoopt ongeveer maart als hij terug is, zullen we pas kunnen zien hoe een impact dat dat gehad heeft, en of dat we hem nog kunnen gebruiken, maar hij is er wel zeker van, omdat hij de laatste maanden, april, mei, dat hij daar een goede Aguero had hebben en dan in zo'n laatste spurt richting titel oh, belangrijk, eh, zou kunnen ja. belangrijk zijn want hij zegt we gaan we gaan nu een parcours zoals twee jaar geleden moeten afleggen ja. ik zeg, uh, zegt hij zelf ik zeg Michael Richards de suggestie doen dat ze Diego Costa moeten gaan halen ik zag dat ook ik vind hem zot Michael Richards is heel grappig vooral ja. <laughs> niet een beste analist maar wel een leuke analist La, soms moeten, moeten dan ook zijn uitspraken met een korrels uitnemen. nemen ja dat zou ik niet doen maar goed plezante kerel alleszins. Maar... er was um, Afgelopen weekend, wel nog één Premier League match, na de midweek. Ja. Uh, Villa, was het op Villa? Villa-Newcastle. Villa-Newcastle. Villa blijft bevestigen. Ja, verrassend verloren door Newcastle. <laughs> en Newcastle <laughs> blijft echt... Oh, hoe saai en slecht zijn die. En dat is echt dramatisch. Dat is rampzalig. Maar echt, hè? Ik ben en die mogen believer, blij zijn dat ze 19 uh, punten. Ik ben een grote hebben. believer van Newcastle. En, en, maar ik moet dit toch. Potentieel, je zet het potentieel. Ik heb onlangs, onlangs, ik, ook onlangs de column gelezen van Alan Shearer daarover. En, Oei. En, en, uh, dat zal ook niet mals geweest zijn. Nee, en ik raad het iedereen aan om die eens, om die eens te lezen. Uh, het staat op uh, een andere Engelse web website, misschien. Kunnen de mensen via mijn Twitter-account uh, die wel nog eens. Uh, Zola, Hola, Hola. <laughs> Maar. Um, <laughs> Jij wilt nu dat niet zeggen? Of wat? Ik weet niet of ik dat mag zijn. ja gooi maar wat slui-reclame. Bij die Athletic staat het. Um, ja, dat gaan we moeten knippen, hè, Takkie? Die, <laughs> die mens was heel triestig. Die mens was heel down <laughs> over de manier waarop dat zijn ploeg in verval is geraakt. En het feit dat ze gewoon niks van ambitie hebben. Dat is, dat is Newcastle van de laatste tijd onder Mike Ashley. Die, die ploeg zo snel mogelijk wil verkopen. En ik, ik hoor en ik lees dat er... Waarom wil niemand dat kopen? Ja, maar ik hoor en lees nou, dat... Bernie raakt wel verkocht, maar Newcastle dat niet verkocht. Dat, weer, dat de Saudis oh, weer in het spel zetten. Nee, ja. Maar stop met me aan Saudis te verkopen als je het wilt verkopen. Maar verkocht, nee, nee, nee. Kan. Maar dat dus ze hebben rond. Een, de, dat de, dus, rond. De, de Saudis hebben een deal met de Qatarese. Ze hebben vrede gesloten. <laughs> waardoor het misschien wel terug door de commissie gaat een, geraken. Ze hebben een kabel doorgeknipt waar nee, het via illegale is, streaming gebeurt. Het voornaamste is, en dat heb ik gelezen: dat is dat je gast, de minister van Binnenlandse Zaken en zoon van de, weet ik veel van Saudi-Arabië, ja, van de, hoe noemt dat daar? De Sheikh. De Sheikh. De de sheikh. sheikh. De Emir, in ieder geval de baas. was van... niet in de Emiraten. Nee, nee de baas van Saudi-Arabië, Het was zijn zoon, ja. of een van zijn zonen. En dat hij via een dat bedrijf is... Newcastle wou kopen, waardoor dat eigenlijk de staat Saudi-Arabië Newcastle ja, zou kopen. Hoe ja, is dat nu veranderd? Dat hij die, die een band heeft doorgeknipt. En nu, koopt en nu het zelf. Wil je zoon het zelf doen? Ja. Als... Dus als, als privépersoon. Ah, okay. En dan is, het... is hij niet meer verbonden met de staat Saudi-Arabië, maar is hij gewoon een, een, een eigen investeerder. En dan zou het eventueel wel goedgekeurd worden door de Premier League. Maar Maikashi gaat toch moeten oppassen dat hij niet, uh, dat, dat, hij niet dat hij in het championship zit. Want anders gaat zijn prijs van 330 miljoen dat hij vraagt, uh, toch nog gestegen kalen. Burnley heeft 200 miljoen gekost, hè, om maar een, ver, een vergelijking te, te geven. Aan Amerikanen, dan denk ik wel dat de Saoedi's er 300 voor kunnen geven. Het is toch straf dat dat, ook, dat, dat, gewoon is, blijft, dat dat blijft aanslepen, dat die club zo in dat slop blijft zitten. Ja, dan moet daar gewoon iets veranderen. Kijk ja, naar Sunderland, uh, uit dezelfde regio. Ja, ze moeten oppassen dat ze dat niet ze in dezelfde 2.0 worden. worden. Ze, kunnen niet, ze kunnen niet anders. Maar ik denk dat Newcastle nog een pak groter is dan Sunderland, ja. om eerlijk te zijn. Maar uh, ze moeten wel, als, als dat is, dan kunnen zij als enige in die regio want wat is daarbij? Sunderland hebben daar in de buurt en, en Middlesbrough, dat is het enige dat je daar. En dan hebben we iets lagere de hul. Ja. Maar voor de rest, Elites, Yorkshire, dat is al, Orger, verder, al veel lager. Uh, dus, dus ze moeten eigenlijk alleen maar rekening houden met, die, met, met Sunderland en, en uh, Middlesbrough. Ja, sorry, maar dan zet je er snel de ja. grootste zin. Ja, dat bedoel ik. Dat is daarom vind ik het vreemd dat een Burnie zo vlot verkocht raakt. En, en, maar ik vermoed dat de prijs van Newcastle ook gewoon een pak hoger zal liggen. Dan, want het, het potentieel dat daar nu nog onbenut is, is is gigantisch. Dat is het, gewoon het, het, het schrijnen naar die situatie. Je gevoel dat er daar heel veel meer mogelijk is in die club. Beniet is dus opgestapt. Ja, ja. Zou het? Kan het? het, kan, ja, het ik, zou kan niet van, ik zou er niet van schrikken, al Dan, dan er moet hij vanaf. toch al zijn trots doorslikken. Nee, als het verkocht wordt. En krijgt budget. Maar ja. ik denk, dan is Ashley weg, hè? Ja. Het is de en fan dan favorite, dan kan, Want ze zijn, het, er hangen al banners aan het stadion nu over uh, Steve Bruce out en... En, en, Rafaïne, um, en Rafaïne, misschien. Maar uh, het ziet er niet goed uit voor Steve Bruce. Die, die ook twee weken geleden gezegd heeft, uh, ja. heeft zijn uh, innerlijke Frank Sinatra gekanaliseerd en heeft <laughs> gezegd, ik ga het nu in my way doen. Ja, ik moet, ik <laughs> en, en, wel, ik moet eerlijk zijn daarover. Ik heb, we hebben hier, ik heb hier al van veel uitspraken spijt gehad. Maar het feit dat we Steve Bruce als Manager <laughs> of the Year van onze ploeg gekozen hebben vorig jaar, die mogen we stilletjes allemaal beginnen in inkaderen. Ja, maar dat was een kans, uh, dat was een mogelijkheid. Ja. Omdat, omdat die, onze andere opties waren ja, zeer waren zeer Dat waren de aard van het spelletje <laughs> dus, dat we gespeeld uh, dat, hebben. Eh? En wat was dan een my way? Wat wou hij beslissen? Want ik hoorde hij wilde, van Hij wou het my, over. Hij wilde my way doen. Dus hij wou niet meer zich gaan ingraven. Hij wou de ploeg 20 meter hoger laten voetballen. Met ook, een aanvaller erbij. Wat, aanvaller erbij. Wat ook de intentie was. Ze stonden met twee spitsen, met ja. Wilson en Carroll op het veld. Maar ze, ja, ja. Uh, ze hebben geen ballen, <laughs> hebben geen ballen in de 16 gebra Burnley gebracht. Dus, uh, Wilson komt op een bepaald moment ook heel diep om een bal te voelen. Want hij wordt, niet, hij wordt gewoon niet gevoed door... door ja, ja, door wie? Door het feit dat, die, dat er niemand van die spelers de maar, drang naar voren maakte. hoorde maar? ook iets over een dispuut qua aantal verdedigers dat hij mee wil spelen of zo Of heb ik dat fout gehoord? Oké, okay, dan heb ik dat fout gehoord. Um, Wat ging je met elf verdedigers spelen of zo ja, ja, tegen Sheffield heeft hij met vijf gedaan, ja. Dommerik. Als je met vijf verdedigers tegen Sheffield begint te spelen, uh, dan is uw My Way. Uh, Daarna heeft hij me gezegd: ik ga het nu My Way. Doen, ah, dus dat was niet zijn beslissing? Wie beslist dat dan? Als niet ja, dat My Way toch af? Dus blijkbaar zitten daar andere machten. Lionel Lee, Charlie zit daar uh, waarschijnlijk ook wel tussen. Oké, okay, als nou zou je die moeten komen oplossen? Ja, ik denk dat dat de enige ja, oplossing is voor Newcastle. Gewoon, week. ik bedoel, een nieuwe eigenaar en gewoon nieuwe wetten daardoor. Hè? Dus dat wil zeggen een nieuwe technisch directeur, oh, dat wil zeggen een nieuwe, ja, dat wilt, nieuw, personeel. Dat zal ook niet slecht zijn. Gewoon je hebt al tien matchen niet meer gewonnen, hè? Newcastle, die, die, die komen heel dicht bij... Ze hebben 19 punten. De degradatie... Die... 19. Staan, staan die en al uh... onder Brighton ondertussen? Ja, het zal niet veel schelen. zijn nee, twee clubs die nee, zich comfortabel nee. gingen redden volgens ons, Brighton en Newcastle, dat begint ook lelijk uit dus te zien. Ja, alles. Newcastle vooral. Ja, Brighton, ik had die in de, de linkerhand gezet. Maar. Brighton en Burnley, die, zijn, die gaan waarschijnlijk nog, denk ik, over uh, Newcastle gaan. Maar... Ja, hem, daar ga ik het over. hem gaan die genoeg punten pakken? Die spelen ook aardig... Maar die verliezen dan met 1-2. Ja, die zijn leuk om naar te kijken. 1-1 op, op Tottenham. Uh, vorige week. 0-1 tegen Chelsea Is, verloren? Uit, ja, wel, dus op, het randje, op het randje. Ja, ik weet nu niet in welke mate dat hij daar met zijn Aanploeg gespeeld heeft. Ik heb die match niet gezien. Ik, weet niet. ik heb alleen de doelpunten gezien, dus dat weet ik niet. Fantasy Premier League? Ik heb een uh, century gehad. Het zullen, zullen waarschijnlijk nog zijn, maar de, niet alleen, ik. de perfecte century. Ik heb mensen gezien punten. in onze league die rond de 145, 150 oh, hadden. Ik ben ik al denk content. 100, met 100 in de punten, 50 benieuwe. was er iemand. Ja, iemand die Dias en Stones en Antonio had waarschijnlijk. 151, uh, denk ik. Dat, dat is straf, dat is me niet vergis. Onze maandleider, ik uh, moet opletten dat ik ze niet omwissel. Nee, onze. Seizoensleider op dit moment is Guido Frederiks met uh, Diabang, Yellow Red Kavi Diabang. Is een nieuwe naam. Of zo. Die, heeft, die heeft volgens mij nog nooit op kop gestaan. Nee, voilà. Dus die, uh, die heeft zaagjes gedaan met. Ik kan er niet meer op komen, maar er was één specifieke speler die, die de laatste speler speelde. spelen. Maakt niet uit. En uh, de winnaar, uh, nee, de leider in ons maandklassement is Stijn van Russelt. Um, verder moet ik ook nog eens meedelen dat onze league sinds vandaag eigenlijk op slot is. Uh, voor nieuwkomers. Uh, dat is omdat we willen vermijden dat er plots iemand in de laatste maand bij komt uh, die kan meedoen voor het eindklassement. Uh, mensen en luisteraars die toch nog willen meedoen, kunnen ons altijd uh, privé contacteren voor. Een uitzondering? Ja, voor een uitzondering. Eventueel. Dan uh, eventueel. komt dat voor de commissie of om mensen te babbelen met u. Of, ja, of, of iets met mij te chatten in, of de, omkopen, in deze eenzame um, lockdown-tijden. Gewoon zeggen hoeveel uh, dat kost. He, pas heroi. op, de grens tussen chatten met mij en stalken is heel groot. Uh, dus let op, waar dat, je, waar dat je je eigen grens legt, zal degene persoon misschien weten waar ik het over heb. <laughs> Eén filmpje per weekend is genoeg. Right. Zijn we er? Ik wil nog de groetjes doen. Ah, serieus? Ja? Ah, wie? als ah, José Mourinho. Ah ja, oké. Okay. <laughs> Het is zijn verjaardag vandaag. Ah, ja ja, oké. Okay. Dus ik wil die geluk wensen. Eigenlijk, ja. ik ook. Ja. Ik heb hem gisteren gezien. Uh, hij was uh, op Weekend Wonders. Hij was daar weer in zijn nopjes. En hij uh, hebt altijd FIFA gespeeld. Hè? Ja, ja. Akin Fenwa zat echt? op de bank, oh, maar hij is dan zalig. ingevallen nog in de tweede helft. Ja. Hij heeft een lang gesprek gevoerd. Van een beest. De sterk de beast, ja. De sterkste speler ooit op FIFA. Beast mode on. Beast mode Samen on. met Jelle Van Damme was En, en hij was er de tijdens de beest. rust, want hij zat op de bank Akin Fenwa, dus hij had er heel lang mee staan praten en lachen. Hij was, hij was echt goed gezind. Het zou een vette doublure zijn van Kane. Die mensen is 38, uh, 30, uh, 38 Ja die kan ook. Ja? Maar kun je die ook gebruiken voor verbouwingen en zo? Ja. Part-time shotter, part-time... Die is al part-time pundit. Dus ja. eh. Blijkbaar die benchprest bench 180 kilo, heb ik gelezen. Zie, dat is gewoon twee keer zon. Dat de zon die kan die echt in de lucht steken hè? Die kan zelfs ja, twee canes in de lucht steken. Zou straf zijn. Fijn, zwart. Uh, ik ja. wil maar zeggen, Mourinho was echt goed gezind. De Ja, Het is een verjaardag vandaag. Misschien leuk als mensen wat kunnen, uh, verjaardagswensen kunnen commenten voor José Mourinho. Wat wensen we José Mourinho uh, toe? Wat wensen, we Jose? wat wensen we Jose Mourinho toe in 2021? Ik wens, ik wens José zijn. Veel zijn momenten. Ik wens hem een prijs met Tottenham. Het is heel moeilijk om te zeggen als Chelsea-fan, maar de League up hè? De League Cup dan, hè? Ja, zit, ja, voilà, zo'n prijs, niet prijs die eigenlijk niets voorstelt, <laughs> maar toch een prijs voor Tottenham, zodat hij weer een fantastische Instagram-post kan doen. Uh, dat hij de man is. Alright. Dat hij mag blijven posten zoals dat bezig is op Instagram. Het is leuk om dat te kijken. Ah, dat terecht. Dat is, dat is de beste wens. Dank u. Dat wij er tenminste ook nog wat van kunnen oh, voilà. genieten. Ja, is goed. Oké, okay, goed. Volgende week. Gij niet, hè? Uh, jawel, jawel. Volgende week wel nog. Volgende week. Er is, de, de dinsdag na de Superbowl, kan ik niet. Ah ja, ja. dan Want... komt Jacob. Alleszins, Jacob Vermanderen komt dan uh, in uh, uw plaats zitten. En, uh, De messen worden week. al gescherpt. Ja, ja, ja. ik heb, <laughs> heb me al berichtjes genoeg gekregen. Te... Oké, okay, goed. Uh, dat was het voor uh, deze week. Uh, graag tot uh, volgende week.